Met diverse culturele optredens, eten en vuurwerk werd het Chinese nieuwjaar aan de vooravond van 22 januari ingeluid. Het was een enorme drukte op en rond het KKF-terrein, waar er verschillende toespraken onderdeel waren van de festiviteiten. Tijdens het officieel gedeelte sprak de Chinese ambassadeur Han Ying de hoop uit dat er een verdere verdieping komt in de technologische samenwerking tussen de beide landen. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen, we hebben jullie allemaal nodig, we hebben aan ieder nodig om deze vriendschapsrelaties verder uit te bouwen en natuurlijk ook te verstevigen en te verdiepen. Natuurlijk de ontwikkelingen zoals in Suriname en de wereld hebben wij allemaal ook gezien. Dus daarom moeten wij ook aan de hand van de ontwikkelingen ook meegaan met de technologie, met de communicatie en met de samenwerking moeten we ook verder verdiepen, ongeacht de ontwikkelingen in de wereld. President Chandrika Prasad Santokhi zei uit te kijken naar de verdere uitbreiding van de samenwerking met China op de gebieden educatie, capaciteitsversterking, huizenbouw, infrastructuur, landbouw, handel, economische samenwerking, veiligheid en gemeenschapsontwikkeling. As part of the global community, our country is going through some challenging times. However, it is our firm belief that if we join forces and if we continue to work in a consistent and purposeful collaborative environment, we'll be undoubtedly pave the way for greater success and development. Ambassador, mindful of this collaborative spirit between our countries, we look forward to the early conclusion of the talks regarding that restructuring. This would allow us to further the work on restructuring the economy, benefiting the Surinamese people. De organisatie van de Temple Fair lag in handen van de Suriname Chinese United Association met ondersteuning van de Chinese ambassade. Het publiek kon zowel op zaterdag als op zondag genieten van diverse aspecten van de Chinese cultuur. Bij de viering van het Chinese nieuwjaar gisteren bij Kong Yitongsang zei het staatshoofd gereed te zijn voor een ontmoeting met zijn collega staatshoofd Xi Jinping. Ook werd bekend dat de pas beëdigde ambassadeur van Suriname in China, Pik Fung Chong, binnenkort naar haar standplaats vertrekt.